Wat voor mij het meest helder was, dat de burgemeester is succesvol geweest in zijn besluitvorming betrekking tot het opheffen van Purple Nul, zonder dat de discussie over vervangende en oplossende maatregelen goed is gevoerd kunnen worden. En ik ben blij dat op het moment dat nu iemand uit de Oude Wijken naar mij toe komt en vraagt van hoe komt eigenlijk het probleem in die Oude Wijken terecht, dat ik moet zeggen, het was er al, het is alleen sinds het opheffen van Purple Nul, dus veel erger geworden. En ik weet wie daarvoor verantwoordelijk is, dat is onze burgemeester. Dank u wel. Mevrouw van Gunsen. In mijn beleving heb ik in ieder geval als raadslid steeds gezegd van ik vind dat perron 0 niet dicht moet, omdat ik niet geloof dat er adequate voorzieningen op korte termijn te treffen zijn die het mogelijk maken om perron 0 te sluiten. Nee, is er iedere keer tot vervelens toe door Simons, door de heer Peper, door de heer Oudendam gezegd, er komen voorzieningen. Wij zijn geconfronteerd met in besloten vergadering met stukken over afpellen, over verdampen, over afschillen. Tot en met de laatste waren ze uitgerekend. Ik heb steeds gezegd... We hebben de burgemeester gevraagd om na te gaan aan welke condities moet voldaan worden om überhaupt zo'n beleidsbeslissing te kunnen nemen. En er is steeds aan de raad beloofd in meerdere commissievergaderingen van eerst opvang. Dat ik daar twijfels bij had van is dat haalbaar, omdat ik dacht van nou, de psychiatrie zal er misschien 1 of 2 opvangen, meer niet. Je kan er 2 in de bak zetten, maar meer niet. En dan zitten daar veel meer. En dan denk ik van laten we wel wezen, nu blijkt het inderdaad wel mogelijk te zijn om elke dag 100 agenten uit het rek te halen. En als dominee Visser er 2 vroeg voor perron 0 of voor de Pauluskerk een conditie niet krijgen. En dat vind ik gewoon een... Ja, wat dat betreft een zeer ergerlijke zaak. En ik voel me dus wel degelijk als raadslid, om die woorden maar te gebruiken, belazerd. En dan denk ik, hier is gewoon allang binnen de kamers besloten dat gaat toch niet. Maar we doen die zaak gewoon dicht. Nou, u heeft het precies daar neergelegd. Bij de oude wekken, zoals de heer Henderson al terecht zei. En misschien was het voor de internationale pers leuk, maar niet voor Rotterdam. Dank u wel. Ja, ik moet allemaal de kamers gaan zoeken, joh. Geen adres, geen uitkering. Is dat bij jou zo? Ja. Nou, dat is lekker dan. Ook geen dakloze uitkering? Nee. Joh. Ik moet nou moet ik het kamer vanmiddag gaan zoeken. Ja, en de borg en de huur, waar moet je daarvan betalen dan? Ja, dat moet je betalen toch? Dat moet dan gelijk gestort pakken of zo, weet ik veel. Heb je op je gemak en zo veilig mogelijk kan gebruiken. Wat zou er gebeuren als Visser besluit de Pauluskerk dicht te doen? Nou, dan zou het een absolute ramp zijn. Ik zou dan echt niet weten waar die mensen die zwakker zijn, hè, die echt niet voor zichzelf van dat soort mensen terecht moesten komen. En veel geestjes. Ja. En dan zeg je, wat heb je nodig, jongens? Hier mag ik ook gebruiken, hè? Bepaalde tijden, hè? Maar als hier gaat zweten bijvoorbeeld, en ik kom weer beter terecht, hè? Enzovoort duidelijkheid geeft over de informatie van college aan raad. De heer Visser heeft het woord. Voorzitter, hartelijk dank voor deze gelegenheid. In overleg met de heer Peters is het idee geboren om hier vanavond iets te zeggen. Laat ik zwijgen over de uitwassen van Victor. Zoals het opjagen van drukgebruikers door de stad, de draconische ontruimingen van huizen in bijzijn van de pers. Verder denk ik aan de bizarre aanhouding in de stad. Mensen aanhouden met een doosje as, vervolgens het pasje van de Pauluskerk verscheuren en het verplaatsen van de handel naar onbekende bestemmingen.
Het te hand lichten met de elementaire grondrechten van de burger in ons land door inbreuken in de persoonlijke levenssfeer van mensen. Het toepassen van repressieve methoden waarvoor naar mijn gevoel een fatsoenlijke Rotterdamse agent zich diep zal schamen. Victor kan erin slagen om de handel ondergronds te maken of te verplaatsen naar andere steden. En de afgelopen tijd heb ik twee politiefunctionarissen die elders in de landen succesverhalen hielden over de bestrijding van de overlast in Venlo en in Amsterdam tijdens de pauze onder vier ogen gevraagd waar de gebruikers en handelaren dan nu waren. Ach, luidde hun antwoorden onder vier ogen. Niet meer in ons metrostation, maar in het volgende. Niet meer in Venlo, maar in Roermond, Sittard, Maastricht. De overlast is teruggedrongen. Aanmerkelijk. Dus ik geef geen einddatum daarvoor. Kijk, het is duidelijk dat wij dit offensief gaan winnen. Die zekerheid geef ik af. En daar hebben de bewoners voor nodig. De bewoners, onze bondgenoten. Vandaag gaan we dan eindelijk een keer tegenaan. En de verwachtingen die zijn vrij hoog gespannen over dit debat. En ik zou heel erg graag willen dat wij vannacht, vanmiddag, vanavond kunnen besluiten met een aantal concrete afspraken waar we elkaar in hebben kunnen vinden, die we als gemeenteraad op kunnen pakken en uit kunnen dragen. Nou, ik begrijp dat ik dat debat nu met u aanga, omdat we het hier niet hebben over, nee, maar dan moet u ook over niet, het landelijk ook debat. Verwijzen als wij hier met elkaar in debat zijn over de landelijke drugsnota en dan vervolgens het kabinet in veer in de kont te steken dat het zo'n goede nota is. Want volgens mij is dat niet zo. Hebben we dat hier niet beweerd? Nou, ik heb er verschillende lovende woorden over gehoord en ik trek een algemeen. Ik heb dat niet gehoord. Ik wel. Nou, dan meld ik u dat het niet zo, dat ik dat niet gehoord heb en dat het nogal van invloed is op de wijze waarop we met deze debat omgaan. Dat moet ik niet beweren zo. En waar ik nu een beetje de kriebels over krijg, mm-hmm, maar misschien komt dat door mij. Ja, dat is dat we nu hier op dit moment in deze raadzaal gaan zitten zeggen van nou, dan moeten we nog eens een keer uitgebreid over. Natuurlijk, zorgvuldigheid is geboden. Maar we moeten niet nu de indruk wekken dat we hier alleen maar een doorgeefluik zijn naar weer allerlei andere commissies. Ik ben eerlijk gezegd helemaal niet zo blij met dit debat. Want ik verplaats me maar een beetje in de positie van de mensen die hier een week geleden, twee weken geleden aan het demonstreren waren. En denk van nou, is dit nou waar ze om gevraagd hebben? Als ik denk aan de bewoners en de bezoekers van de Pauluskerk, dan denk ik, is dit nou waar ze om gevraagd hebben? Dan denk ik van dat wij met z'n allen hun toch een beetje teleurstellen. Want de mensen vragen om maatregelen, die vragen om concrete dingen. En ik heb ze niet geturfd, maar ik vermoed dat er toch vandaag toch wel enige duizenden open deuren ingetrapt zijn hier. De ene is ondertekend, ik heb er nog geen netjes over. Akkoord, motie over opvang van Rotterdamse verslagen. De raad van de gemeente Rotterdam heeft begaan die bijeenkomst. Mag het dan worden 28 september? Ja. Ter bespreking van de drugsproblemen is dat ook een hele kwestie. En om mensen die zich op zijn verslagen bij een uur en andere verjaardag nooit natuurlijk kan zijn om bij aanpakken. Staat het deelplan de Rotterdamse verslaafde dakloos te maken. Het begrip is dat daklozen verslaafde spuiten, slapen, snuiven, hangen en plassen. Bram is op dat punt niet echt een. En doet het eigenlijk op afstand. En mensen die adviseren in de sociale sfeer, die wel geïnteresseerd zijn hoe je gaat met mensen om, die hebben weinig toegang tot hem. Nou, Westen, Koolspangen, Middelland, dat hier in Westen enorme toename van de overlast van verslaafden geconstateerd wordt na de sluiting van Perron 0 de laatste jaar ten behoeve van het sluiten van Perron 0 en nu ten behoeve van Victor enorm heeft de inspanning van politie en justitie is geleverd, terwijl in mankracht overuren en extra personeel met op dit moment. Het debat van afgelopen donderdag had uitkomst moeten bieden. De gemeenteraad vergaderde 12 uur en nam geen enkel besluit. Project Victor gaat voorlopig gewoon door. Iets wat is aangekondigd als een demonstratie, zie ik namens het gemeentebestuur als een ondersteuning van het beleid dat wij vanaf